De Japanse voorrit nummer 9. Haar tweede Olympische afstand. Ze was 13e op de 3 kilometer eerder deze week. Ze is 24 jaar. En de nummer 12 bij het wereldkampioenschap van het afgelopen seizoen. En hier Ewa Wasilewska-Borkowska, de Poolse uit Warschau. Ook zij begint aan haar tweede Olympische afstand. Ze was op de 3 kilometer 24ste. Maar is wel de nationale 1500 meter kampioen van haar land, van Polen. Ze was er in Heerenveen bij op het Europees kampioenschap, Wasilewska. Eindigde toen als 13e. Weer die vreemde starthouding van de Japanse. Twee schaatsen vlak op het ijs. In plaats van de punt in het ijs. En zo verrassend het eerste deel van deze 1500 meter. De eerste zes ritten verliep. Zo vlak gaat het eigenlijk tot nu toe in het tweede deel. Maar misschien komt er nu wat verandering in. 28 rond, de opening van Wasilewska. Een seconde langzamer dan Burner. Daar komt Polsen door de binnenbocht. ...700 meter tijd. 1 minuut en 1300ste van een seconde voor Wasilewska. Daarmee is ze een tiende seconde sneller dan Lia van Schie. En ook een tiende sneller dan Sandra Voetelink op dit moment. En wat de Japanse wel doet, doet het de Poolse niet. En dat is het bovenlichaam stilhouden. En zou Wasilewska dat doen, dan zou ze toch wat stabieler op het ijs staan. En zou ze beter tegen haar eigen lichaam af kunnen zetten. Op weg naar het ingaan van de laatste ronde. 1.33.99 voor de Poolse. Daarmee nog 0,3 sneller dan Lia van Schie. En 1,2 sneller dan Sandra Voetelink. Dat wordt netjes opgelost, die kruising. We weten dat Lia van Schie voorlopig de beste Nederlandse is met een eindtijd van 2,09.70. Het zou toch wat zijn als deze Poolse daaronder blijft. En dat doet ze met 2,09.64. En dat onderstreept eens te meer het toch uitermate teleurstellende optreden van het Nederlandse contingent.